Yo gasten, welkom bij deze nieuwe aflevering van Road to Bayern, aflevering 3 alweer. En deze aflevering begint gelijk met twee nieuwe aankopen, Dante en Boateng die van de week, of in ieder geval voor mij gisteravond, voor jullie van de week of zo. Ik weet niet wanneer jullie het kijken, heel erg goed speelde tegen Barcelona, heel Bayern speelde echt fantastisch. Dus ik hoop echt dat, Bayern in ieder geval doorgaat, dat gaan ze waarschijnlijk ook wel. En ik hoop uiteindelijk ook dat ze de Champions League gaan winnen. En ik vind echt respect als je gewoon 4-0 van Barca kan winnen, inderdaad van Barca kan winnen. Gewoon door echt zelf te voetballen, want Chelsea won natuurlijk ook die vorig jaar. Of volgens mij wonnen ze niet twee keer gelijk, hebben die gespeeld. Of nee, Chelsea trouwens niet, die hadden 1-0 gewonnen en 2-2 toen. Of 2-2 was het in ieder geval toen, ja. En die speelde gewoon een complete anti-voetbal, 10 man rond het strafschopgebied. Dat sloeg natuurlijk nergens om, maar wat Bayern gisteren deed was echt fantastisch. Het doelpunt voor Robben was natuurlijk ook heel mooi, alleen moest dat natuurlijk een vrije trap zijn. Voor Barcelona. Maar ik ga niet te veel zeggen over de wedstrijd. Want die heb je natuurlijk ook kunnen zien, denk ik. Ik neem aan dat iedereen of meestal wel voetbal kijkt. Want anders hou je ook niet van FIFA, denk ik. Maar ik hoop ook dat vanavond natuurlijk Dortmund doorgaat. Ik ben echt voor die Duitse clubs. Dus ja, ik weet niet of dat hoort als Nederlander. Maar ik vind die Spaanse tijdperk mag wel even over zijn, weet je wel. Het is leuk als ook de Duitse clubs in ieder geval andere clubs weer opkomen. Het is echt een dramatisch jaar voor Engeland eigenlijk dit jaar qua Champions League voetbal. Maar ja, dat heb je... Dat wisselt af en toe even af. Maar goed, deze wedstrijd die je nu ziet is aardig doelpuntrijk. Volgens mij zitten we hier al op de 3-3 in de, weet ik, volgens de minuut, 35e minuut. En bleef eigenlijk maar doorgaan. Hier moet Malouma voor de 4-3 in de eerste helft. Dat is gewoon hartstikke veel doelpunten. 7 doelpunten in de eerste helft. Dat geeft me weer aan de onrealistische FIFA is. Maar ook bij deze wedstrijd, ondanks dat ik veel doelpunten maakte en ook veel voorsprong stond, werd ik gewoon geowned door deze gozer. Niet eens als een team, maar gewoon, of niet eens als een skills bedoel ik, maar gewoon door zijn team. Veel te hoger rated spelers, weer een full goal team. Overpowerde rotspelers hier, trendteam, echt trieste voor woorden. Nadat een verdediger op een of andere manier er helemaal uitgerend wordt. Al die sprintduels en gewone lichamelijke duels werden gewoon compleet gewoon geowned met spelers. Maar goed, ik ga wel nog op 4 of 5-5 komen. Zit zelfs met Shaqiri laat in de wedstrijd met zijn linker. Echt weer een fantastisch doelpunt van Shaqiri. Ik vind hem zo goed. Ja, fantastisch. Gewoon neerpost OP zoals altijd. Maar dan gaan we weer in de 90ste minuut. Gaat Shaqiri 1-1 op de keeper. Je ziet al hoe het afloopt. Hij miste met zijn rechterbeen. Zo zonde. Ik had deze wedstrijd gewoon kunnen winnen. En een gelijkspel is altijd zo teleurstellend. Weet je, 1 punt. Daar heb je echt helemaal niks aan in de divisie, vind ik. En daarom... Ja, wil ik gewoon winnen. Ja, een beetje Captain Obvious-achtig loop ik nu te lullen. Maar goed, ik had deze wedstrijd gewoon kunnen winnen in principe als Shaqiri hem had gemaakt. Maar helaas, voor mij blijf ik dus op 1 punt steken. En moet ik in de tweede wedstrijd ook weer tegen een full goal team. En ik moet deze hele aflevering tegen een full goal team. Ga je ze ook nog wel zien. De vorige aflevering ook allemaal tegen een full goal team. Ik weet niet wat mensen leuk aan vinden om full goal team te kopen. Een nieuw accountje aan te maken. En ja, weet je wat. Laat die kinderen lekker het doen. Want Shaqiri die oont hem hier alsnog. Gewoon zijn hele verdediging in de weg gespeeld door Shaqiri. Goede dribbelaar met 4-6 skill. Dat is gewoon de perfecte combinatie. En daarom laat Shaqiri ook zien dat hij gewoon lekker scoren kan. Helaas gaat zijn pace gaat weer in. Het pace kwartiertje is weer begonnen. En hij gaat hem hier uiteindelijk in tweede instantie afmaken met Pedro Starke. Is echt niet om over naar huis te schrijven eigenlijk, die Starke. Ik vind dat echt niet een goede keeper. Maar ja, nooit. Ik kan het van mijn langzaam zijn leven nog niet betalen. En Mandzukic kan ik natuurlijk wel betalen. En die gaat natuurlijk weer prachtig doorheen dribbelen. Nee, het is echt gewoon puur op kwaliteit van Mandzukic in ieder geval. Niet dat hij de beste dribbelaar is, maar het deed toch aardig. Maar ja, dan gebeurt het weer helemaal laat in de wedstrijd. Gaat Soldado de gelijkmaker maken. En dan is het natuurlijk een kwestie van één keer alles op alles zetten. Want ik wil niet gelijk spelen in deze, ja, nog een keer gelijk spelen in divisie 4. Want dan begin ik steeds een noobie record te krijgen. En dan krijgt Shaqiri weer de kans van zijn leven aan het eind van de wedstrijd. Maar dan weet hem ook deze keer niet te maken. En ja... Het is gewoon zo zonde als Shaqiri één iets beter kopt en iets beter met zijn rechterbeen schiet. Heb je 6 punten in plaats van 2 punten na 2 wedstrijden in ieder geval. Ja, en ik ga echt betere resultaten inzetten. Want vorige aflevering was ook al niet om over naar huis te schrijven. Maar zoals je nu ziet... Ja, ik word hier echt gek van. Op mijn hoofdkant gebeurt ook best wel regelmatig. Gaat IE eruit vallen, dat betekent dat ik in plaats van een gelijkspel zelfs een verlies krijg. En dat is zo dramatisch. Mijn record is wat negatief op dit moment. En dat is gewoon nagaan dat ik op mijn Road to Glory gewoon mijn... Ja, mijn normale Road to Glory had ik 1 verlies in mijn hele weg naar divisie 1. Dus pas toen ik in divisie 1 aankwam, ging ik wat meer verliezen. Dat is een beetje logisch natuurlijk, want die kun je gewoon niet echt heel goed winnen. Maar in divisie 2, toen ik nog 1 wedstrijd nodig had, die verloor ik uiteindelijk. En toen daarna won ik die wedstrijd daarna. Dus ik heb gewoon 1 keer verloren in mijn hele Road to Glory. En nu sta ik al op 3 verliezen of zo in deze Road to Bayern. Dat is een beetje echt dramatisch. En ja, ik weet niet wat er aan de hand is met mijn FIFA skills. Ik weet niet wat het is. Maar ik bedoel, zo kun je er gewoon continu outpaced. Je wordt er gewoon continu uitgerend. En een gozer die ook iedere keer gewoon veel te lange celebration doet. Hier ook weer het pace kwartiertje is nog lang niet afgelopen. Want we gaan nog heel lang door met pace goaltjes en tram goaltjes. En deze is in principe nog wel netjes.
Maar het is gewoon niet leuk meer hoe erg. Vooral mijn linksback, die wordt echt compleet geowned deze wedstrijd. Hij had ook niet zoveel fitness meer. Dat is een beetje dom van mij. Ook hier ook. Rafinha laat zien dat hij niet echt een hele sterke schakel is. Want die heb ik net gekocht. Volgens mij was dat voor deze wedstrijd kocht ik Rafinha 450 coins. Gewoon een prima rechtsback voor nu. Want ook Laam kan ik me langs als een leven nog niet betalen. Dat zijn allemaal de duurste spelers van Bayern. Natuurlijk op Robben en Ribéry. Nou, want die gaan gewoon handelen met deze serie. Dat ga ik nu niet doen. Die marketplace is een beetje te erg. Dat het gewoon te moeilijk is om te handelen. Maar ik ga wel handelen op een keer. Want je kan natuurlijk niet met spelen Robben en Ribéry gaan betalen. Alhoewel Robben gewoon bijna onder de 200k zit. Ik heb vandaag in Burnout 100 of 210k gezien. Dat is gewoon niet normaal. Maar dat hij in een week 100k gedropt is ofzo. Dat is natuurlijk wel leuk. Want dan is het in ieder geval makkelijker voor mij. Het wordt ook natuurlijk na die marketplace en na dat team de season gezooi een beetje voorbij. Dus wordt het al wat makkelijker dan. Die prijzen zijn eigenlijk gewoon op een minimum aangekomen. Alhoewel Robben vorig jaar volgens mij 100k was op het eind. Weet je, toen de zomer begon. Dat gaat hij nu denk ik niet worden. Maar je ziet trouwens hier nog wel een lekker fantastisch doelpuntje van Shaqiri. Hij tikt hem onder de keeper door en tikt hem even achter zijn standbeen in het doel. Echt een lekker doelpuntje. Nog een beetje de pijn te verzachten van de lelijke gameplay die je gezien hebt. Want ik, zoals je ziet, verlies ik 5-3 helaas. Ik heb 1 punt na 3 wedstrijden. Maar ik beloof jullie dat het gaat beter worden. En als ik die record zie, dat is 4-4 geloof ik nu in 1 gelijkspel. Dat is gewoon te lelijk voor woorden. Het gaat beter worden, ik ga beter spelen, al moet ik ervoor trampen. Of nee, dat ga ik niet doen, maar ik hoop dat jullie het leuk vonden mensen. Laat even een like achter en vergeet deze gameplay in ieder geval. Wist het uit je geheugen, want het is echt gewoon te slecht geworden. En dan hoop ik jullie alsnog de volgende keer te zien. Yo.